Hi, ik ben Shaina, ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd met Richelon en we hebben 4 kinderen. Ik praat een beetje snel, want ik heb 6 minuten en ik ga het gebruiken. Ik ga jullie vertellen hoe dit allemaal begon. Eerste thema. Ik ga het vandaag hebben over karakter. Toen ik gevraagd werd om deze What Sunday te doen en mijn zenuwen een beetje wegzakten en ik weer een beetje kon denken, heb ik gewoon gevraagd: papa, waarover wilt u dat ik het heb? En ik kreeg een beeld met het woord character. Dus daarom is het thema vandaag character. Ik neem jullie mee van hoe ik even een beetje uitpijs wat God eigenlijk wil zeggen met character. Nou, dit is een voorbeeld. Als God met mij praat, dan krijg ik een soort highlight moment. Het kan een beeld zijn, maar het kan gewoon een woord zijn die steeds voorkomt. In een bepaalde periode van tijd. En ik zat naar een kind te kijken met een uitdagende karakter. En deze kind zat op time-out. En toen kwam er een gedachte in mijn hoofd. Als ouders zijn wij verantwoordelijk om vanaf nu aan de karakter van onze kinderen te werken. Om ze te vormen. Om ze de normen en waarden van Gods koninkrijk te leren. Oeh, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik geef jullie nog een voorbeeld over deze thema. Over hoe God het woord karakter heeft gehighlight voor mij. En ik heb na 1 of 2 dagen nadat ik het gedachte kreeg met het kindje. Toen heb ik een preek opgezet. En in die preek zei de mevrouw: God is not impressed by your talents, but by your character. En ik dacht, karakter weer. Dus wat wij doen, maakt geen indruk op hem. Maar dus de talenten, dus hoe mooi het is. Maar hoe we zijn van binnen. Dus nu even een beetje concluderen van wat wil God precies zeggen? Ik moet deze echt steeds kleiner maken, want de Bijbel staat vol met mooie dingen over Gods karakter. Maar ik denk, God is onze vader. Ik denk niet, het is zo. God is onze vader en wij zijn kinderen. Hij is ons aan het vormen om meer op hem te lijken. We zijn niet geboren met goddelijke kracht, karakter. Maar het ontwikkelt zich door ervaringen, beproevingen en vastberadenheid om God en zijn woord te kennen. God wil dat we ontzag voor hem hebben. Dat wij no matter what doen wat hij ons vraagt. In alle situaties, ook al voelen we het niet. Ook al begrijpen we het niet. Hij kan ons het beste leiden door als ons hart zacht voor hem is. Ik neem jullie naar Deuteronomie 8:2. Daar staat: denk aan alles wat jullie Heer God in deze 40 jaar in de woestijn voor jullie heeft gedaan. Hij wilde dat jullie ontzag voor hem zouden leren. Daarom heeft hij jullie getest. Hij wil weten hoe jullie hart was. Hij wilde weten of jullie jullie aan al zijn wetten en regels zouden houden of niet. God wil ons upgraden. Van onze karakter naar zijn karakter. Van babyvoeding naar vaste voeding. Om over te gaan naar een hogere level moeten we goddelijke karakter hebben. We moeten kunnen bewijzen dat no matter what wij voor God kiezen. In Johannes 5:19 staat: Jezus antwoordde hun: luister goed. Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. Jezus reflecteerde de Vader. Deze vers bevestigt mijn eerste highlight met het kindje. En die gedachte die kwam. Als wij de Vader reflecteren en onze kinderen ons reflecteren, dan reflecteren ze ook de Vader. In Spreuken
20 zegt: leer je kinderen al vanaf jonge leeftijd hoe ze moeten leven. Wanneer ze volwassen zijn geworden, zullen ze op dezelfde weg verder gaan. Dat klinkt ook een bevestiging van eerste gedachte. En in Matteüs 10:7 staat: vertel overal dat de koninkrijk van God eraan komt. Genees de zieken, maak doden weer leven, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen, vraag dus ook nooit een beloning voor. Maar om al deze dingen te doen, hebben we goddelijke kracht nodig. We moeten weten, hebben we veerkracht nodig. We moeten weten dat we gewoon sterk staan met God. Ik heb 3 tips. Als ik nog tijd heb. Nee. Maar het komt erop neer dat we van God moeten houden met al onze hart. En lees je Bijbel, want het is de bron van kennis en je wapen. En wees moedig en onderneem actie.